Na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland druk bezig was met de wederopbouw, ging men inzien dat er een forse toename zou komen van het stroomverbruik. En daarom werd er in 1950 begonnen met de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale in de Harculowerwaard aan de IJssel, hier net even buiten Zwolle.